Welkom bij deze online lesmodule van de Ahoudi Academie. Deze video is een presentatie van de regelgeving en praktische schikkingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs voor anderstalige nieuwkomers of leerlingen gevlucht uit Oekraïne. Je vindt een opsomming van de behandelde thema's in de beschrijving bij deze video. Je kan eenvoudig via de tijdsbalk in YouTube het gewenste hoofdstuk selecteren. Deze presentatie is bedoeld voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Ik bindel voor jou de regelgeving en praktische schikkingen die belangrijk zijn als je tijdens schooljaar 2023-2024 onderwijs organiseert voor anderstalige nieuwkomers of voor leerlingen gevlucht uit Oekraïne. Dat zijn meestal leerlingen met het statuut tijdelijke bescherming. Komen aan bod de inschrijvingsregels, aandachtspunten voor de leerlingenadministratie en de omkadering die scholen kunnen ontvangen als zij leerlingen gevlucht uit Oekraïne en ook andere anderstalige nieuwkomers inschrijven. Bij de aanwending ervan heb ik ook enkele aandachtspunten. Weet dat scholen die bijkomende omkadering ontvangen ook bijkomende werkingsmiddelen en toelagen genereren, maar hierop gaan we in deze presentatie niet dieper in. Sommige items die aan bod komen hebben het decreet basisonderwijs als juridische grond, andere de Oekraïne-decreten. Dat zijn er inmiddels al 5. Ben je op zoek naar meer informatie dan die aan bod komt in deze presentatie, dan kan je steeds de omzendbrieven raadplegen, maar je kan ook terecht op de onderwijswebsite. Starten doen we natuurlijk met de inschrijvingen, want dat is ook je eerste contact met een nieuwe leerling. Voor iedere leerling die een inschrijving vraagt, ga je na of die inschrijving wel gerealiseerd kan worden. Je controleert of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of er nog een vrije plaats is. We overlopen wel hoe je bepaalt of je een anderstalig nieuwkomer kan inschrijven, dan wel de inschrijving moet weigeren. Maar de toelatingsvoorwaarden, daar gaan we niet dieper op in, want die zijn natuurlijk voor alle leerlingen dezelfde. Eerst komt het gewoon basisonderwijs aan bod, daarna het buitengewoon basisonderwijs. Meteen een tip, bewaar de slides relevant voor jouw school op het leerlingensecretariaat. Een school voor gewoon basisonderwijs zonder capaciteitsbepaling. Die schrijft natuurlijk in principe alle leerlingen in. Maar het decreet basisonderwijs voorziet ook de mogelijkheid voor deze scholen om leerlingen die anderstalig nieuwkomer zijn te kunnen weigeren. Dat kan wanneer een minimum aantal leerlingen, anderstalige nieuwkomers, al is ingeschreven. Wanneer dat minimum aantal 4 bedraagt en wanneer 8, dat leg ik je zo dadelijk uit. Nu eerst het principe. Je controleert of het minimum aantal AN in je school al is bereikt onder de al ingeschreven leerlingen. Is dat nog niet het geval, dan schrijf je de leerling in. Is het minimum aantal al wel bereikt, dan kan je school kiezen. Of je schrijft de leerling alsnog in, of je kan de inschrijving weigeren. Opgelet, er zijn 2 voorwaarden. Hier kom ik zo dadelijk op terug, want dit is ook het geval voor de scholen met capaciteitsbepaling in het gewoon basisonderwijs. Je merkt dat deze beslissingsboom uitgebreider is. Zo starten we natuurlijk met de vraag: is de reguliere capaciteit die je school bepaalde nog voor de start van de inschrijvingen, is die al bereikt? Pas als dat nog niet het geval is, gaan we ons afvragen of het minimum aantal anderstalige nieuwkomers al is bereikt in je school. Is de capaciteit, de reguliere capaciteit, al bereikt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het principe van capaciteit is natuurlijk, eens de capaciteit bereikt, wordt iedere bijkomende inschrijving geweigerd. Leerlingen ontvangen dan een weigeringsdocument. Maar er zijn ook 2 andere mogelijkheden. Zo kan je de capaciteit verhogen. Let op, capaciteit verhogen betekent dat de volgorde van de geweigerde leerlingen moet worden gerespecteerd bij het invullen van die extra gecreëerde vrije plaatsen. Staan er nog leerlingen op de wachtlijst, dan moet je hen dus eerst contacteren in volgorde om een inschrijving te realiseren. Het is ook mogelijk om anderstalige nieuwkomers in te schrijven in overcapaciteit. Daarbij hoef je de capaciteit niet te verhogen.
Daar ga ik zo dadelijk verder op in. Ik sprak zo net over het minimum aantal anderstalige nieuwkomers, waarna een school een eventuele bijkomende inschrijving voor een anderstalige nieuwkomer kan weigeren. Het minimum aantal verschilt voor, afhankelijk van het aantal leerlingen dat al school loopt in de vestigingsplaats. Is het een vestigingsplaats met minder dan 100 leerlingen, dan bedraagt het minimum aantal anderstalige nieuwkomers 4. Voor vestigingsplaatsen met 100 of met meer leerlingen is dat 8. Er zijn 2 voorwaarden om de inschrijving van een bijkomende anderstalige nieuwkomer dan te kunnen weigeren. Als eerste moet het minimum aantal natuurlijk bereikt zijn. 4 of 8, afhankelijk van je school. Als tweede moet er voor de leerling in kwestie een andere plaats in een andere school gegarandeerd worden in de buurt. En dat natuurlijk rekening houdend met de schoolkeuze van de ouders. 2 belangrijke voorwaarden dus, waarna pas de extra inschrijving kan worden geweigerd. Rechts op deze slide zie je de overcapaciteitsgroep anderstalige nieuwkomers. Die is er dus enkel voor scholen liever die capaciteit bepalen. Een inschrijving in overcapaciteit betekent dat een leerling kan worden ingeschreven bovenop de al bereikte capaciteit en dat zonder daarvoor een capaciteitsverhoging door te voeren. Kan, want de school is niet verplicht om in te schrijven in overcapaciteit. De afweging of je school een leerling wilt inschrijven in overcapaciteit maak je voor iedere leerling afzonderlijk. Inschrijven in overcapaciteit is niet zomaar voor iedere leerling mogelijk. Het is enkel mogelijk voor leerlingen die behoren tot de capaciteitsgroepen. Anderstalige nieuwkomers zijn er daar één van. Over welke kinderen hebben we het als we het hebben over anderstalige nieuwkomers bij de inschrijvingen? Meestal hebben we het over de klassieke definitie van de anderstalige nieuwkomers. Maar bij een inschrijving in overcapaciteit wordt die definitie wel uitgebreid. De leeftijdsvoorwaarde vervalt. Dat betekent dat ook kinderen jonger dan 5 jaar als anderstalige nieuwkomer kunnen worden ingeschreven in overcapaciteit. Merk ook op de asterisk op deze slide, de verblijfsduur, de maximum verblijfsduur in België, die een belangrijke voorwaarde is om als anderstalige nieuwkomer beschouwd te worden, die is niet van toepassing voor leerlingen met statuut tijdelijke bescherming. Dus daar hoeven we dan niet op te letten. Tot zover het gewoon basisonderwijs. We kijken nu naar de beslissingsboom voor het buitengewoon basisonderwijs. Die ziet er opnieuw een beetje anders uit. Is de capaciteit op school nog niet bereikt, dan ga je na of je school voor de start van de inschrijvingen ook capaciteit anderstalige nieuwkomers heeft bepaald. Want, anders dan in het gewoon basisonderwijs, moeten scholen in het buitengewoon basisonderwijs die capaciteit zelf bepalen. Dat doe je voorafgaand aan de inschrijvingen. Werd er geen capaciteit anderstalige nieuwkomers bepaald, dan kan dat dus op dit moment in het schooljaar niet meer. Geen capaciteit bepaald, dan krijg je de leerlingen sowieso in. Wel capaciteit anderstalige nieuwkomers bepaald, dan kan de inschrijving geweigerd worden indien de capaciteit AN al is bereikt en de leerling ook kan worden ingeschreven in een andere school in de buurt, rekening houdend met de voorkeur van de ouder. Aan beide voorwaarden dus moet voldaan zijn. Je kan er ook voor kiezen om de leerling alsnog in te schrijven. We keren terug naar de hoofdvraag. Is de reguliere capaciteit al bereikt, dan wordt iedere bijkomende inschrijving geweigerd. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs ontvangen een mededeling van niet gerealiseerde inschrijving. Het schoolbestuur kan natuurlijk ook de capaciteit verhogen. Staan er nog leerlingen op de weigeringslijst, contacteer deze dan in volgorde om alsnog een inschrijving te realiseren. Ook voor de scholen voor het buitengewoon onderwijs zet ik op deze slide even alle belangrijke aspecten op een rijtje over capaciteit anderstalige nieuwkomers.
Ik legde het zo net al uit, hier vind je het nog eens terug. Een belangrijk aandachtspunt ook bij het bepalen van capaciteit anderstalige nieuwkomers. Ook daar is een verband met het aantal leerlingen ingeschreven in de school. Is het een vestigingsplaats met minder dan 100 leerlingen, dan moet de capaciteit anderstalige nieuwkomers minimaal 4 bedragen. Voor scholen met 100 of meer leerlingen moet het minimum aantal anderstalige nieuwkomers steeds 8 zijn of meer. Onder anderstalige nieuwkomers verstaan we de kinderen die voldoen aan de klassieke definitie van anderstalige nieuwkomer. Dat zie je hier rechts op de slide. Na de inschrijving volgt natuurlijk de registratie van de leerlingengegevens. Maar welke gegevens moet je nu bewaren voor anderstalige nieuwkomers en leerlingen gevlucht uit Oekraïne? Wat komt er extra bij ten opzichte van andere leerlingen? Wel, bij de inschrijving van anderstalige nieuwkomers, leerlingen met het statuut tijdelijke bescherming, raden we aan om steeds de verklaring op eer voor anderstalige nieuwkomers te laten invullen. En dat zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Merk op dat leerlingen met het beschermingsstatuut tijdelijk ontheemd, de leerlingen gevlucht uit Oekraïne dus, niet moeten voldoen aan de voorwaarden van de verblijfsduur in België om anderstalige nieuwkomers te zijn. Ga ook voor je zittende leerlingen die vorig schooljaar anderstalige nieuwkomer waren na of dat dit schooljaar nog het geval is. Want dat is namelijk niet altijd zo. Voldoet een leerling dus aan de voorwaarden voor anderstalige nieuwkomer, laat dan een bewijsstuk invullen en bewaar het op het leerlingensecretariaat. Het gaat om een verklaring op eer, ingevuld door de ouders. Die hebben we zowel in een versie voor leerlingen van 5 jaar of ouder, als een verklaring op eer voor leerlingen jonger dan 5 jaar. Het is ook mogelijk dat een kind verblijft in een asielcentrum, dan is een document van het asielcentrum voldoende. Dit zijn de enige extra bewijsstukken die je opvraagt aan de ouder. Het statuut tijdelijke bescherming, waarvan leerlingen gevlucht uit Oekraïne kunnen genieten, moet niet worden aangetoond door de ouders. De inschrijving wordt natuurlijk zo snel mogelijk geregistreerd in het schooladministratiepakket en komt op die manier terecht in de leerlingendatabank Discimus. De omkadering en de werkingstoelage die scholen ontvangen worden op basis van die gegevens in Discimus berekend. Correcte registratie is dan ook bijzonder belangrijk. Geef alle gegevens waarover je beschikt zo volledig en correct mogelijk in. Ook het kenmerk anderstalige nieuwkomer moet worden aangeduid voor alle leerlingen die voldoen aan de voorwaarden voor anderstalige nieuwkomers. Opnieuw geldt dat ook voor leerlingen jonger dan 5 jaar en voor zowel scholen voor gewoon als buitengewoon basisonderwijs. Let op, veel leerlingen die in schooljaar 2022-23 anderstalige nieuwkomer waren, zijn dat nu niet meer. Ga dit steeds na wanneer je het kenmerk anderstalige nieuwkomer moet aanduiden in het schooladministratiepakket. Je kunt ook zelf controleren of alle leerlingen correct zijn geregistreerd in Discimus. Dat kan met behulp van het feedbackrapport Overzicht ingeschreven leerlingen op mijn onderwijs. Voor de controle in het kader van verificatie hoef je zelf niets te ondernemen. De verificateur neemt contact op met je school indien nodig. We gaan het nu hebben over de middelen die je school tijdens schooljaar 2023-24 ontvangt, bovenop de middelen op basis van de telling op 1 februari. We hebben het zowel over de berekening als de aanwending ervan. Het gaat om twee soorten omkadering die elk op een andere manier berekend wordt en ook een andere rechtsgrond heeft. Links, de klassieke aanvullende lestijden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, dat is gekende regelgeving. Rechts, de bijkomende omkadering die een school kan ontvangen op basis van herstellingen in kader van de Oekraïne-decreten. Er bestaat veel verwarring over deze twee vormen van omkadering en ook hun berekeningswijze, dus daarom gaan we er uitgebreid op in. Op deze slide vind je alvast de belangrijkste verschillen opgelijst. Merk op dat de aanvullende lestijden AN enkel in het gewoon basisonderwijs bestaan. Scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen dus zo dadelijk onderaan deze video in de balk doorklikken naar het volgende hoofdstuk. Dat is wel ook voor hen van toepassing.
Voor scholen gewoon basisonderwijs is het belangrijk te weten dat de twee soorten van een kadering volledig los van elkaar staan. Het zijn aparte berekeningen. Op deze slide zie je beide soorten omkadering voorgesteld met een tijdlijn. Bovenaan zie je de tijdlijn voor de aanvraag lestijden anderstalige nieuwkomers. Onderaan de tijdlijn voor de automatische hertellingen in kader van de Oekraïne-decreten. Tijdens één schooljaar lopen de tijdlijnen voor beide soorten van omkadering parallel aan elkaar. Zo dadelijk komen we deze tijdlijnen opnieuw tegen. Ik leg je aan de hand ervan uit op welke manier en ook wanneer de omkadering berekend wordt. Als eerste dus de klassieke aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers, waarmee je school onthaalonderwijs kan inrichten voor anderstalige nieuwkomers. Die bestaan natuurlijk enkel in het gewoon basisonderwijs en de middelen worden er gegenereerd door leerlingen die anderstalige nieuwkomer zijn. Dat zijn de leerlingen die voldoen aan de 5 voorwaarden van de klassieke definitie van AN volgens het decreet basisonderwijs. Merk wel op dat leerlingen met het statuut tijdelijk ontheemd, het beschermingsstatuut, niet moeten voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verblijfsduur in België om anderstalige nieuwkomer te zijn. En ook leerlingen die minstens 5 jaar zijn en verblijven in een open asielcentrum worden beschouwd als anderstalige nieuwkomer. Lestijden AN kunnen worden aangevraagd op niveau van de school of op niveau van de scholengemeenschap. En dat zodra een minimum aantal anderstalige nieuwkomers is ingeschreven. Tellen we per school, dan geldt als minimumnorm 4 anderstalige nieuwkomers voor een autonome kleuterschool of een autonome lagere school met slechts 1 vestigingsplaats. 6 anderstalige nieuwkomers voor andere scholen in het gewoon basisonderwijs. Tellen we op niveau van de scholengemeenschap, dan ligt de minimumnorm op 12 anderstalige nieuwkomers. Zodra de minimumnorm van respectievelijk 4, 6 of 12 bereikt is, kan je een aanvraag voor lestijden AN indienen via Mijn Onderwijs. Is er daarna nog een netto toename van 4 anderstalige nieuwkomers, dan kan de school of scholengemeenschap opnieuw een bijkomende aanvraag doen. De verklaringen op eer voor anderstalige nieuwkomers en eventuele wijsstukken van het asielcentrum moet je op school bewaren. Ze maken geen deel uit van je aanvraag en de verificateur zal stukken opvragen wanneer dat nodig is. Je vult wel het juiste aanvraagformulier in, dat is het formulier voor de aanvraag per school of het formulier voor de telling op niveau van de scholengemeenschap. Het ingevulde formulier verstuur je via Mijn Onderwijs. Je laat het op bij document versturen. Wanneer doe je die aanvraag? Ja, dat hangt ervan af op welk moment je school of de scholengemeenschap het noodzakelijke minimum aantal anderstalige nieuwkomers stelt voor een eerste aanvraag. Daarna kan je telkens pas een nieuwe aanvraag doen op iedere datum waarop er een netto aangroei is van minstens 4 anderstalige nieuwkomers. In de lestijden AN kunnen kleuteronderwijzers en onderwijzers worden aangesteld. Deze lestijden moeten gebruikt worden zoals andere lestijden. De voorrangsregels voor de aanstelling van vastbenoemde en THDD'ers zijn van toepassing. De personeelstellingen voor deze aanstelling gebeurt steeds met vakcode 436. Deze aanvullende lestijden voor onthaalonderwijs kunnen gedurende het volledige schooljaar worden overgedragen om zo in te spelen op het soms grote verloop van onthaalleerlingen. De lestijden anderstalige nieuwkomers kunnen ook worden omgezet naar punten. Op die manier is het mogelijk om bij een tekort aan onderwijzend personeel, waardoor lestijden dreigen verloren te gaan, in de plaats beleids- en ondersteunend personeel aan te stellen. Over de omzetting van lestijden naar punten moeten steeds onderhandelingen hebben plaatsgevonden binnen het bevoegde lokale comité. De omzetting is vervolgens mogelijk vanaf 1 oktober 2023 en de aanstelling van het personeelslid loopt tot het einde van het schooljaar. Om te bepalen hoeveel punten corresponderen met het aantal bekomen lestijden, gebruik je de omzettingstabel voor de ambten beleids- en ondersteunend personeel in de omzendbrief Oekraïne. Samenvattend,
Wanneer lestijden AN worden omgezet naar punten, kunnen die dus worden aangewend in de ambten beleids- en ondersteunend personeel. Omdat het gaat om een omzetting van lestijden naar punten, gebruiken we OOM-code 38. In deze betrekkingen kunnen dus geen vastbenoemde personeelsleden worden aangesteld. De herstellingen van de reguliere omkadering in het kader van de Oekraïne-decreten komen als volgend aan bod. Het gaat om een verderzetting van de herstellingen zoals we die kennen sinds maart 2022. En dat is zowel in het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs. Voor welke omkadering er hersteld wordt, vind je terug op deze slide. Een belangrijk verschil ten opzichte van de lestijden anderstalige nieuwkomers voor het gewoon basisonderwijs, is dat de herstellingen in het kader van de Oekraïne-decreten automatisch gebeurt. En dat op basis van de geregistreerde gegevens. Welke geregistreerde gegevens? Wel, we kijken na welke leerlingen in Discimus geregistreerd zijn met het kenmerk anderstalige nieuwkomer en we raadplegen het Rijksregister om te weten welke leerlingen het statuut tijdelijke bescherming hebben. Er komt dus geen aanvraagprocedure aan te pas. Welke leerlingen tellen we? Ja, dat zijn enerzijds de anderstalige nieuwkomers. We zien opnieuw de vertrouwde definitie voor anderstalige nieuwkomers terugkomen op het scherm. Er is weliswaar één belangrijk verschil ten opzichte van de lestijden anderstalige nieuwkomers, want voor deze middelen worden ook leerlingen jonger dan 5 jaar geteld. Zo komen ook anderstalige nieuwkomers in het kleuteronderwijs in aanmerking. Zie ook meteen hetzelfde asterisk weer verschijnen, want leerlingen met het statuut tijdelijke bescherming moeten niet voldoen aan de voorwaarden van de verblijfsduur om toch te kunnen worden beschouwd als AN. Natuurlijk tellen we ook de leerlingen met het statuut tijdelijke bescherming voor deze omkadering apart. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt op basis van de nationaliteit van leerlingen en leerlingen gevlucht uit Oekraïne zullen net als andere anderstalige nieuwkomers op dezelfde manier worden omkaderd. Waarom is het dan zo belangrijk dat we toch het onderscheid maken tussen anderstalige nieuwkomers en leerlingen met het statuut tijdelijke bescherming? Wel, dat is zo omdat het statuut tijdelijke bescherming duurzamer is dan de definitie van anderstalige nieuwkomers, waar eigenlijk maar een beperkte geldigheid voor is. Een leerling kan daar maximum 2 opeenvolgende schooljaren aan voldoen. Het statuut tijdelijke bescherming blijft bestaan net zo lang als de Europese Unie het nodig vindt om dit statuut te behouden. Ik zei net, er is geen aanvraagprocedure, maar hoe verlopen de hertellingen dan wel? Dat leg ik je uit aan de hand van deze tijdlijn. Uiterst links op de tijdlijn zien we de teldag 1 februari 2023. Op basis van die leerlingentelling hebben de meeste scholen hun dienstbrief personeelsformatie ontvangen. Alle leerlingen die school liepen op die datum zijn dus meegenomen in de berekening. Maar het is natuurlijk mogelijk dat er na de teldatum nog meer anderstalige nieuwkomers en leerlingen gevlucht uit Oekraïne zijn gestart in je school. Daarom voorzien de Oekraïne-decreten op de eerste schooldag van oktober al een eerste hertelling. We kijken na of het aantal anderstalige nieuwkomers en leerlingen met het statuut tijdelijke bescherming hoger is dan op 2 februari. De vraag is dus, is er een netto-toename? Dat doen we voor beide groepen trouwens apart. Dat betekent dat een netto-daling bij de anderstalige nieuwkomers niet per se een negatieve impact heeft. Integendeel zelfs. Is er een negatief verschil, dan heeft dat geen impact. Is er anderzijds toch een netto-toename op te merken bij de leerlingen met statuut tijdelijke bescherming, dan gaan we dat steeds honoreren met bijkomende middelen. De extra omkadering mag je school al inrichten vanaf de start van het schooljaar en de lestijden blijven behouden tot het einde van het schooljaar. Start er na 2 oktober nog een anderstalige nieuwkomer of een leerling met het statuut tijdelijke bescherming op je school, dan zal er op het moment van de instap onmiddellijk extra omkadering gegenereerd worden door de leerling. We kijken niet meer naar netto toename. Nee, iedere bijkomende leerling die instapt genereert onmiddellijk extra omkadering die vanaf de instap kan worden aangewend en dat tot het einde van het schooljaar.
Op deze slide vat ik even samen wat je moet weten over de teldag van 2 oktober 2023. We vergelijken dus het aantal anderstalige nieuwkomers en leerlingen met het statuut tijdelijke bescherming op 2 oktober met het aantal op 1 februari. Zo gaan we na of er een netto toename is. De bijkomende lestijden inrichten kan al van bij de start van het schooljaar. Maar hoe weet je dan hoeveel bijkomende omkadering je school zal kunnen ontvangen op 1 oktober? Wel, Agodi bezorgt je in augustus, september en oktober een voorlopige berekening op basis van de geregistreerde gegevens. Die kan je raadplegen via Mijn Onderwijs. Het document Feedback Extra Middelen naar aanleiding van de Oekraïne-crisis geeft je inzicht in het aantal geregistreerde leerlingen en in hoeveel bijkomende omkadering je school ontvangt in het kader van de hertellingen op die eerste schooldag van oktober. Wil je intussen zelf simuleren? Dat kan met de simulatietool die bij de omzendbrief gaat. Er is er eentje voor het gewoon onderwijs en ook één voor het buitengewoon onderwijs. Na de teldag, nadat Agodi een kwaliteitscontrole heeft gedaan op de gegevens, ontvang je een definitieve berekening. Kijken we ook even naar de telperiode van 3 oktober 2023 tot en met 30 juni 2024. Dan herhaal ik graag even het principe dat hiervoor geldt. Iedere in aanmerking komende leerling die instapt vanaf 3 oktober 2023 tot en met 30 juni 2024 genereert middelen vanaf de datum van de instap. De school kan de omkadering onmiddellijk aanwenden vanaf de instap van de leerling en dat tot het einde van het schooljaar. Ook voor deze telperiode bezorgt Agodi je iedere maand een voorlopige berekening via Mijn Onderwijs en zal er een simulatietool ter beschikking zijn, zodat je ook zelf kan nagaan hoeveel middelen je school genereert doorheen het schooljaar. Op het einde van het schooljaar ontvang je een definitieve berekening. Hoe kan je deze bijkomende omkadering aanwenden? Wel, dat is eenvoudig. Op dezelfde manier als de reguliere omkadering. Gezien de grote verscheidenheid in ambten en ook omdat deze materie niet nieuw is, verwijs ik je voor meer informatie graag naar de omzendbrieven. Wat is er wel anders dan bij de gewone aanwending? Wel, de personeelszending voor deze bijkomende lestijden en uren moet steeds gebeuren met OOM-code 37. Die OOM-code geeft aan dat het om de aanwending van Oekraïne-middelen gaat. De bijkomende omkadering kan deels worden omgezet in punten en uren. Omzetten is mogelijk vanaf 1 oktober 2023 voor de bijkomende lestijden volgens de schade. En dat voor een maximum van 20% van het totale lestijdenpakket dat de school ontvangt voor het huidige schooljaar. Dat betekent dus dat niet enkel naar de bijkomende lestijden moet worden gekeken, maar naar het geheel van de lestijden dat de school ontvangt. Om te berekenen over hoeveel uren en punten een school na omzetting kan beschikken, kijk je naar de omzettingstabellen in de omzendbrief. Zenden doe je steeds met OOM-code 38. Het is ook mogelijk om niet-vakante lestijden om te zetten. Dat is een nieuwe maatregel ten gevolge van het decreet Lerarenambt. Ik benoem de verschillen ten opzichte van het omzetten van de vakante lestijden waar ik het net nog over had. Merk op dat de omzetting hier kan gebeuren vanaf 1 september 2023, maar tot de terugkeer van de titularis. Er is geen beperking op het volume van de niet-vakante betrekkingen die omgezet kunnen worden. Voor het melden van de opdrachten na omzettingen van de niet-vakante betrekkingen gebruik je de OOM-code 41. Heb je na het bekijken van deze video nog vragen over de regelgeving? Dan kan je deze informatie altijd nalezen in de omzendbrieven, maar je kan uiteraard ook steeds bij Agodi terecht. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.